ben net bezig voor wat leuke ideeën voor Moederdag. Loop anders even mee naar de keuken. Moederdag 2019, wat zetten we op de menukaart? Nou, dit keer uitsluitend producten met vrouwennamen. Waaronder, om te beginnen, Anna. Hele mooie cava uit de Penedès-streek Spanje. Gemaakt blanc de blanc, dat betekent uitsluitend witte druiven. Heerlijk om mee te beginnen. En dan, Amelien. Hele leuke fruitige champagne. Een bru. Mooie prijs- en kwaliteitsverhouding. Drink hem lekker gekoeld. Mooi aperitief. Marieta. Een hele leuke wijn uit Spanje. Gemaakt van de Albarino-druif. En die druif geeft hem eigenlijk heel mooi een klein beetje frisheid mee. Het is een heel leuk alternatief voor de Pinot Blanc bij de asperges. En dan, Terra Linda. Linda betekent in het Spaans mooi of schattig. Dus Terra Linda betekent van mooie grond. Ik heb er twee van. Een Chardonnay-versie en een Syrah. Hele leuke wijn voor Moederdag. Sant Helena, noorden van Italië, Friuli. Hele mooie wijn, mooi wijnhuis. En we hebben twee soorten, de Pinot Grigio, heerlijk gekoeld op het terras. Maar ook een hele mooie bloemige Sauvignon Blanc. En dan Zuid-Afrika, het wijnhuis Aldering, persoonlijke favoriet. Waaronder de Lady M, vernoemd naar de vrouwdeshuizes Marianne. Het is een pinotage, maar dan niet houtgelagerd. Hele mooie, elegante rode wijn. Erg lekker. En dan de Florence. Een blend van Chardonnay en Sauvignon Blanc met beide kenmerken erin. Dus wel de tropische fruit, maar ook lekker dat grassige en dat bloemige bij elkaar. Heerlijke wijn, licht gekoeld drinken. En dan twee tips. Eén voor het aperitief en één als digestief. Om te beginnen, Joanne. Een leuke gin, voor natuurlijk een gin tonic. Deze gin van Joanne wordt gemaakt met onder andere een klein beetje jasmijn en roos. En als digestief drinken wij limoncello van Angela. Gemaakt op Sicilië. Mooie, frisse, authentieke limoncello. Erg lekker. En dan de dames uit Ouddorp van geitenboerderij De Mekkerstee. Biologische geitenkaas. Waaronder Floortje. Floortje Venegriek. Hele vrolijke geitenkaas met garnituur erin van basilicum en venegriek. Erg lekker. En dan Gietje uit Ouddorp. Heerlijke kaas. Lekker fris in de smaak. Past perfect natuurlijk op een kaasplateau, maar ook heerlijk als aperitief bij een witte wijn. Tip voor een moederdag aperitief. Lolea, hele vrolijke sangria. Licht mousserend in zowel een rode als witte variant. De rode variant wordt gemaakt van onder andere tempranillo, sinaasappel en een klein beetje kaneel. En dat is erg lekker om te serveren met heel veel ijs en watermeloen. De witte variant wordt gemaakt van onder andere een Chardonnay, wat sinaasappel en vanille. En dat is erg lekker om te serveren met heel veel ijs en witte druiven. Erg lekker voor op je moederdagmenu, canettefilet. Canettefilet, in dit geval van de Barberie eend uit Frankrijk, is een vrouwtjeseend, een jonge vrouwtjeseend. De filets zijn meestal om en nabij de 220-230 gram per stuk. Erg lekker. En als laatste in deze range van vrouwennamen mag natuurlijk niet ontbreken de Lady Steak. In dit geval het Simmentaler Rund heb ik daarvoor gekozen. Het Simmentaler Rund, dat loopt in de Alpen, in het Alpengebied. Dat voedt zich uitsluitend met gras en kruiden. En het Simmentaler Rund kenmerkt zich dat uitsluitend de vrouwelijke runderen zijn, de koeien. Het vlees groeit langzaam, maar uiteindelijk krijg je daardoor wel een hele mooie structuur verfijnd. Ik snij daar kleine biefstukjes uit de bil van. En dat gaan we heel lekker kort op de barbecue garen. De trend voor Moederdagmenu 2019 is Red Velvet. Dat kennen we natuurlijk onder andere uit de Amerikaanse patisserie. Aantal voorbeelden. Dit plaatgebak Red Velvet. Erg leuk om te gebruiken als onderdeel van het dessert of bij de koffie. Bestaat uit inderdaad de Red Velvet Cake. En daarop en tussen een crème op basis van witte chocolade. En ook erg lekker bij het dessert. Roomijs op basis van ruby chocolade. Gemengd met een klein beetje chai thee. Erg lekker om te combineren met je red velvet. En dan eetbaar cookie dough. Red velvet uiteraard. En wat is het? Het is speciaal deeg gemaakt met speciaal behandelde bloem en eipoeder, waardoor je het veilig rauw kunt eten. Lekker bij het dessert, maar ook leuk om bij de koffie te geven als een soort bonbon. En natuurlijk red velvet om te drinken. Dat maken we van Branchetto d'Aqui uit het plaatsje d'Aqui in Italië. Een leuke mousserende rode wijn. Dat gaan we combineren met een rosé bier, gebaakt op basis van rood fruit. We beginnen met het bier. En het topje af met een klein beetje Branchetto.
Ik wens jullie allemaal een goede moederdag toe.